Te midden van al het Olympische geweld en eigenlijk nog midden in de vakantie gaat vanmiddag hier de competitie van start. De competitie in de derde divisie en 13 augustus. Roeland ten Berge, dat is toch wel heel erg vroeg. Is heel vroeg, ja. Helemaal met je eens. Vooral het tweede blok was kort voor ons. En ik denk ook dat er gewoon mensen van DVS nu ook nog gewoon op vakantie zijn. Ja, dan zijn we gewoon doodzonde dat... Dat we nu al beginnen. Het mooiste is gewoon dat iedereen er ook bij aanwezig kan zijn. En dat wij onze vakanties, maar ook onze voorbereidingen er beter op kunnen afstemmen. Ja. Dat is zo een klein kritisch puntje naar de KNVB toe ook. Er zijn nog wel meer kritische puntjes, maar die komen waarschijnlijk met kerst worden die glad gestreken. Nou, dat is advies is dat. Oké, goed. Maar even over de voorbereiding. Ben je daar tevreden over? Ja, want wat ik net zei is natuurlijk geen excuus voor ons. Want ik vind wel dat we gewoon onze voorbereiding hebben kunnen pakken van, ik meen, 6 weken. Dus dat is ook normaal. En we hebben gewoon hele goede dingen gezien. Kijk, je hoeft niet alleen naar resultaten te kijken. Maar je moet ook gewoon naar de dingen kijken van hoe we gaan voetballen. Met welke spelers ga je dat doen. Wat gebeurt er als we wat met andere spelers gaan doen? Hoe komt het er dan uit te zien? En daar zijn we gewoon tevreden over. Dat wij gewoon weer ons spel kunnen spelen. Maar dat we ook met een aantal andere jongens kunnen veranderen. En dat is wel prettig. De inpassing van nieuwe spelers, daar ben je tevreden over? Ja hoor, ja, dat gaat zo snel. Eigenlijk begin je altijd weer van vooraf aan bij nul. En dan, dus iedereen begint gelijk. Dus dat gaat vrij snel. Jong Volendam, wat weet je ervan? Nou, John heeft ze 1 keer bekeken. En voor de rest hebben we wat informatie her en der gekregen. En het is in ieder geval een ploeg wat gewoon een hele lange voorbereiding al heeft. Dus ze zijn fit, ze trainen veel dus. Ze zijn dus hartstikke fit. Willen aanvallend spelen. In ieder geval willen ze hoog druk zetten. Dat hebben wij meegekregen en gezien. Dus even de vraag of ze dat vandaag ook doen. Ik hoop het wel, want dan gaat het denk ik wel een leuke open wedstrijd worden. Ja. En jullie willen natuurlijk ook zo snel mogelijk die bal hebben. Het 5 seconden principe van Peter Bos. Binnen 5 seconden moet die bal weer terug in bezit. Ja, dat is wel het mooiste. Kijk, we zijn gewoon aan de bal, denk ik, gewoon goed, dominant. Daar moeten we gewoon nog beter in worden, de beste in worden, hè, uiteindelijk. En als je hem dan niet hebt, dan moet je zorgen dat je hem snel terugkrijgt. Dat je weer vanuit je kracht kunt spelen. Maar dat vraagt wel heel veel, hè. Dus ook 40 spelers. Dus dat is even de vraag, dan moeten we goed doseren vandaag. Ja. Maar ook zo nu dan wat meer diepte in het spel, heb ik het idee ook. Ja, maar ook dat is inherent aan voorbereidingen. Je gaat in stappen ga je die voorbereiding in. En dat begint bij de bal houden en een goede opbouw verzorgen. En de volgende stap is ook gerichter diep spelen. Mensen tussen de linies aanspelen. Dat is vandaag ook heel belangrijk tegen deze tegenstander. En dat moet wel eens groeien, ja. Ik denk dat het voor het publiek een heel aantrekkelijke wedstrijd wordt. En we willen je namens DVS TV, maar ook namens alle supporters, een prachtig seizoen toewensen. En vanmiddag heel veel succes tegen Volendam. Dank u wel. De eerste balomwenteling is een feit in deze derde divisie. Op zaterdag 13 augustus is die begonnen. En Heiko Epe mag gelijk al ingooien. Joran van Zanten. Zelfs nu al, na een paar seconden, kun je zien dat Volendam 1 opdracht heeft. Dat is hoog druk zetten. DVS 33 aan de bal. Pinacci, je raakt hem verkeerd. Daardoor Volendams balbezit. Maar wie weet kan Maurice de Ruiter daar nog bij. Nee, net niet. Goed teruggespeeld op de doelman, Michaelis. En daar krijgt Joran van Zanten zijn hoofd tegen de bal. En kan Volendam bijna overnemen, maar DVS definitief. Via Joran Pot. Joran Pot. Maurice de Ruiter. Joran Pot. Vloedgraven Koen. Heiko Epe. Mooi paasje ertussen door op Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter trekt naar binnen. En ja, komt daar gelijk met een behoorlijk schot. Waar keeper Michaelis even behoorlijk veel moeite mee had. Zou een mogelijkheid hebben kunnen zijn. Nu Volendam. Mooie voorzet. En oh, wat een prachtige reactie van Paul Epping. Die behoedt DVS voor een 1-0 achterstand. Eerste prachtige moment van Paul Epping. Jo.
Nog steeds, Volendam is balbezit. Mooi. Wat een mooie beweging daar. Ja, prachtig uitgespeeld, maar ook veel te slap ingeschoten. Over de middenlijn. Mooie paas in de richting van Kai Velda. Aan de linkerkant helemaal vrij. Tol voor hem. En daar Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Die gaat de stap binnen. Oh! Jammer. Ik dacht dat hij de paal schampte. Ja, want hij komt het veld weer in. Volendamse muur staat klaar. Komt hij? Kai Velda. Oh! Camara. Van Santen. Nu Volendam toch niet hoog druk zettend. Ja, Sabas, kan hij erbij? Ja, hij kan erbij. Hij gaat alleen op doel af. En wat gaat hij doen? Hij schiet de bal naast. Hij moet eigenlijk tussen de palen, Sabas. Joey, om precies te zijn. Hilterman. Maar ook Pinacci, die daar zijn zaakjes weer goed voor elkaar heeft. Maurice eruit, de bal aan de voet. Gaat snelheid maken. Jammer. Maar toch komt de bal bij Kai Velda. En die weer bij je. Oh ja, prachtig. Oh, wat een aanval. Ja, en het levert uiteindelijk de 1-0 voorsprong op. Wat een heerlijke aanval van DVS. Ingeleid natuurlijk door die snelheid met de bal aan de voet van Maurice de Ruiter. Die combinatie aanging met Kai Velda. Heel erg mooi. En hij kreeg hem weer terug, Kai Velda, van Maurice de Ruiter. En hij kon hem heel makkelijk intikken. 1-0 voorsprong. Uiteindelijk toch verdiend tot nog toe. Na pakweg 29 minuten spelen moet Volendam toch eindelijk capituleren voor DVS 33. Wedstrijd is natuurlijk nog lang niet gespeeld. Maar DVS neemt hier een 1-0 voorsprong. Ten opzichte van die lepe geel-zwarte. Michaelis. Diepe bal op. Ja, daar brengt Joran van Zanten zichzelf een beetje in moeilijkheden door die bal te laten stuiten. Had hem beter meteen kunnen koppen. Daar een prachtig schot. Ja, en een doelpunt. Jongen. Dit is een werkelijk fantastisch schot van Owusu. Daarvoor kom je ook naar het stadion. En zo brengt Volendam de stand op 1-1. Hoge bal. Sabas klopt hem door. Maurice de Ruiter. Met een werkelijk prachtig lopje. Een stift van wereldklasse. Daar heeft hij patent op. Dat kan niet goed. Onze aanvoerder Maurice de Ruiter. Die daar zo wonderschoon die bal over de toch behoorlijk lange keeper Michaelis weet te lobben. En dat is een heerlijk begin van de tweede helft. 2-1 voorsprong, DVS 33. Maar die laat de bal toch iets te ver van zijn voet springen. Ja, nu Volendam wat gaat aandringen. Basile Camara kan de bal wegkoppen. Kai Velda, daar in balbezit. Gaat kijken en vindt daar Kiezeler. Kiezeler met de bal aan de voet. Ingevallen Kiezeler. Maar een prachtige paas. En daar komt hij. Oh. Maar buitenspel. Dit was wel een levensgrote kans voor Sabas. Daar komt die corner van Volendam. Lovo Sang daar in balbezit. Brengt hem daar in het strafschopgebied. En de bal volkomen vrij. Kan die spits van Volendam de bal erin koppen. Jordi Hilterman. Ja, daar is Volendam natuurlijk heel erg blij mee. En dit is een duidelijke organisatiefout in die verdediging van DVS 33. En dat komt misschien wel door die wissels. Heel dom. Onbegrijpelijk eigenlijk dat zo'n bal erin kan. Stand hier dus nu gewoon 2-2. En nu zal DVS toch even weer uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Owusu zet hem misschien weer in zijn 6. Maar nee. Maurice de Ruiter wist goed mee terug te verdedigen. Hij heeft uiteindelijk wel een beetje kramp. Joran. Ja! Hij probeerde het een paar keer in de voorbereiding. En dit is zo'n ongelofelijk mooi doelpunt. Hij ziet de keeper iets te ver voor zijn doel staan. En vanaf 50 meter, 50 meter knalt hij de bal in het doel. Wat een ontzettend mooi doelpunt. Hoge bal van Lofo Sang. Rico Wolven. Kai Velda. Kai Velda, Kiezeler. En nog steeds
Zegt de scheidsrechter, speel maar lekker door. De scheidsrechter is ook nog wat anders te doen. Er zijn ook nog Olympische Spelen, daar moeten we ook nog naar kijken. Daar kijkt de scheidsrechter denk ik niet naar, maar ik wel. Tuurlijk, Kai Velda trapt de bal daar weg. Icing. En daar klinkt het laatste fluitsignaal. De eerste competitiewedstrijd van DVS 33. Tegen het toch hoog aangeschreven Jong Volendam. De bedwinger van Spakenburg. 3-2 overwinning. Middels een paar wonderlijk schone doelpunten. Aan het eind van deze hele interessante pot tussen DVS 33 en Jong FC Volendam, laat ik het goed zeggen. Gaan we natuurlijk de boel analyseren. Allereerst wil ik voorstellen aan de trainer van Jong Volendam, Berry. Berry, welkom. Goed dat je hier bent. Roland, alvast van harte gefeliciteerd. Je neemt het me niet kwalijk als ik even met Berry begin. Berry, wat is je eerste indruk zo van deze wedstrijd? Nou, ik denk sowieso dat de neutrale toeschouwer en ook uiteraard de toeschouwer Ermelo geweldig genoten heeft. Het was in het begin voor ons wat aftasten, want ik had niet verwacht dat ze 4-4-2 zouden spelen. Nou, op het moment dat we dat wat gewend waren en de zijkanten konden zoeken, zijn we met een paar voorzetten heel dicht bij het doelpunt geweest. Twee grote kansen. DVS reageert erbij met een geweldige actie die op de paal gaat uiteindelijk. Nou, dan komen we 1-0 achter. En uit een klutsituatie waar we eigenlijk agressiever moeten optreden, maar dat gebeurt dan. Dan kom je 1-0 achter. Nou, dan reageren we goed. Ik denk dat wij de 1-1 mooiste goal maakten vandaag met die 1-1. En uit die situatie is het een wedstrijd die met een hoog tempo op en neer gaat. Met veel fouten, waardoor het leuk wordt voor de toeschouwers. Het is uiteindelijk 2-1 voor DVS. Nou, dan zie je dat ze op een gegeven moment wat gaan inzakken. Wij hebben daar met de individuele kwaliteit hebben we daar tekort aan. Net zoals de counter die af en toe is volgt qua fysiek. Dus dat was in het voordeel van DVS. Nou, dan komen we met een slingervoorzet van onze linksback uit de corner vandaan komen op 2-2. Nou, dan zijn we in principe blij met z'n allen. En op dat moment zie je aan de groep die willen verder. En ja, dan kan ik zeggen, ik ga mijn keeper hier op aankijken, maar ik kan ook zeggen dat het een fantastisch doelpunt was. Het was ongelooflijk, ja. Ook fantastisch om mee te maken, inderdaad. Ik ga even naar Roland, je collega. Niet vreemd dat het een aantrekkelijke wedstrijd was. Zeker die eerste 10 minuten, een kwartier, dacht ik van, oh, wat gebeurt er al heel veel. Ja, ik had voor die tijd volgens mij ook al gezegd van, dat we verwachten dat hun hoog druk zouden zetten. En dan, wij willen ook graag druk zetten, dus dat maakt het aantrekkelijk. Er komen er vaak wat ruimtes. Nou, Berry heeft er net al uitstekend verwoord natuurlijk, doordat er werden ook fouten gemaakt. Maar dat kwam natuurlijk ook door de druk van beide kanten. Maar ja, dat maakt het ook af en toe wel leuk. Wij zijn eigenlijk altijd, willen we onder de druk uitvoetballen. Dat weten we van vorig jaar, dat is ook wel eens falikant misgegaan. Maar we merkten nu gewoon dat we een aantal keren als we diep speelden op hun centrum, dat we daar toch vaak in 1 tegen 1 kwamen en dat Kai er vaak bij kwam. Daar konden we aardig wat druk op dat centrum zetten. Dus eigenlijk zijn we een beetje afgestapt van ons geloof in bepaalde situaties, omdat het eigenlijk steeds wat opleverde. En de tweede bal konden we regelmatig oppikken. Dus ik vond dat we dat wel goed hebben gedaan. Over het algemeen, kijk, Berry gaf net een algemeen wedstrijdbeeld van hoe het verlopen was. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk dat wij nog een paar keer in de situatie zijn geweest dat wij dat de eindpaas net niet helemaal goed was. Dennis nog een keer voor de goal die breed speelt. Komt net een stuitje in, net iemand weer tussenkomen. Ja, dus volgens mij was dat bij 2-1 ook dat we een aardige mogelijkheid kregen nog om 3-1 te maken. Ja, dan hou je het spannend en dan... Ja, moeten we wisselen, noodgedwongen. Dubbele wissel, is je organisatie even weg bij de corner en hun leggen naar binnen. Ja, dat zakt hij door de grond. Maar ik vond ook in die fase dat we wel bij die 2-1 waren de grip wel een beetje kwijt. We kwamen achterop te zitten, we kregen geen druk meer op de bal. Was verdienst ook voor Volendam. Dus dat hadden we wel beter moeten doen in die fase. En dat je uiteindelijk met zo'n goal nog beslist, dat is natuurlijk fantastisch. Volendam toch een ploeg die de vele punten gaat pakken in deze competitie, heb ik het idee. Ja, nou ja, ik vind het uitstekend in elkaar zitten. Ik sprak gisteren nog iemand van Spakenburg, een speler, en die zei van ik heb vorige week genoten van hen. Dus dat zit voetbal, dat zit ook gewoon goed in elkaar. Er zit veel talent in die groep en een manier van spelen staat mij aan. Wij hebben het vandaag iets anders gedaan dan normaal, iets sneller diep gespeeld. En dat heeft wel in ieder geval heel wat kansen en doelpunten opgeleverd, dus daar zijn we dan ook weer blij mee. Oké. Ik zei het net al, het is echt genieten zo'n ploeg en ook waarschijnlijk voor jou ook heerlijk om mee te werken. Dit zijn echt al de jongens die ik heb. In principe zijn 3 junioren, die spelen gewoon. En we hebben 2 dispensatiespelers. Nou, met een keeper dan blijft er nog 1 veldspeler over, dat was mijn linksback.
Dus dan is het heerlijk werken met deze gastjes. En ja, dat is dan wel, ik snap Roeland tot hij staat te juichen, maar dat is voor ons wel een tik op de neus met die 3-2 natuurlijk. Want met die 2-2 gaan we vol vertrouwen weer naar het dorp. En dan kunnen we lekker analyseren op de dijk met z'n allen. En ja, nu lijkt het net of het mis is gegaan. Maar ik heb in principe, ben ik niet eens ontevreden. De jongens absoluut niks kwalijk te nemen. Want DVS is natuurlijk ook wel een ploeg met aardig wat routine ook hier en daar. Nou, dat is inderdaad wat Roeland ook aangeeft. Kijk, met die 2-1, dan hebben zij zoveel ervaring dat ze één keer raken op middenveld en een aantal keren de mensen wegsturen. Nou, door verkeerde keuzes houden ze ons in leven. Ja, en dan hield de wedstrijd natuurlijk erg leuk en spannend. En een paar prachtige individuele momenten natuurlijk, Owusu. Waarvan ik denk, had je die maar niet aan het eerste kwijtraakt. Heerlijke voetballer. En aan DVS kan natuurlijk dat zondagschot van Robert de Vries, zo mooi. En natuurlijk het lopje van Maurice de Ruiter. Ja, het is zonde als die de eerste wedstrijd al weggeven. Meestal maak je één keer per jaar. Ja, precies, ja, dat is wel zo. Ik wil je bedanken voor deze analyse en heel veel succes wensen de verdere competitie. Ook jij. Roeland, bedankt. Succes met de groep. Naast mij, ik wil niet zeggen de uitblinker in deze wedstrijd, maar wel de man die de supporters werkelijk op de stoelen en op de banken heeft gekregen via een ongelooflijk mooi doelpunt. Robert, daar wil ik je mee feliciteren allereerst. Ja, dankjewel. Ja, beschrijf hem even. Nou, ik liep een stukje op en in de voorbereiding een paar geprobeerd, maar dan ging hij vaak over of te zacht. En nu, ik keek en hij bleef maar staan, die keeper. Dus ik denk op een gegeven moment, ja, ik had ook weinig afspelmogelijkheden, dus ik denk... Hij gaat er overheen en ik raak hem lekker en hij valt precies in. Wat vond je van deze eerste wedstrijd? Wat zegt je gevoel? Nou, ik vind dat we de eerste helft meer afstand hadden moeten nemen. Dan krijg je veel kansen en dan moet je op 2-3-0 staan. Doe je niet. En dan zie je wel in de tweede helft dat zij conditioneel, natuurlijk omdat ze 6 keer trainen, sterker zijn. Dan krijgen we het moeilijk. Zij wisselen aanvallend. Nou, dan zie je dat we moeite hebben om het dicht te lopen. Bij ons een paar jongens ook kramp en gewoon een zware pot. Ja, uiteindelijk trek ik hem zo over de streep. Denk overal dat het wel verdiend is. Maar op basis van de tweede helft hadden we het wel even moeilijk. Ja. Je had ook pittige tegenstanders. De eerste helft die van Son. Hè, die een paar keer volkomen vrij kwam aan jouw kant. En die tweede helft die Owusu. Dat is wel aardig, hè? Ja, ik vind ze zelf niet echt dat ze heel dreigend zijn geweest. Maar als je extreem kans zoals wij doen, dan komen ze wel. Ja, dan kunnen ze een keer met een opening. Dat kunnen deze jongens wel. Die leggen die bal... tikkie breed en dan open je hem gelijk naar de rechterkant. Ja, dan moet je gelijk weer daar. En dan kan het zijn dat iemand vrij staat. Dat zijn jongens, ze hebben allemaal een baastechniek die gewoon zeer goed is. Dus dat is jammer dat ze nooit een keer een foutje maken waardoor je even rust krijgt. Dus ik denk al met al een prima overwinning en lekker om thuis met een overwinning te starten. Overal wel lekker tevreden. Ja, zeker. Ja, absoluut. Bedankt en heel veel succes.